Welkom bij UFO Supplies presenteert gesprekken over producten en bedrijven die kwekers helpen. Thema van dit gesprek is de meest effectieve manier van gewasbescherming. Karel Doornenbal van Empas en Jaap van Staveren van UFO Supplies. Daar praat ik mee de komende 20 minuten. Even inleidend, Karel. Welkom ten eerste natuurlijk in deze mooie geïmproviseerde studio. Simpele vraag. Wat doen jullie en wat maken jullie? Wij maken spuitapparatuur, voornamelijk voor de glastuinbouw. Dus wij zijn fabrikant, wij maken zelf onze machines. En wij maken de machines om zo goed mogelijk de gewasbeschermingsmiddelen op de planten te brengen. Maar ook voor het krijten van de kassen aan de buitenkant, ook voor het ontsmetten en het reinigen aan de binnenkant. En daarbij hebben we nog een ander tak van sport en dat doen wij onkruidbeheer. Dus het doden van onkruiden middels de heetwatertechniek. Oké. Okay. Jaap, belangrijke partij voor jullie. Empas, we doen even net alsof hij er niet bij is. Weet je wel, wat maakt het een goede club? Ja, Empas is voor ons belangrijk omdat het heel erg past bij het profiel leverancier wat we zoeken voor onze klanten. Onze klanten zitten allemaal ver weg. Daar kan een monteur niet even naartoe om dingen te repareren. Dus wij hebben in de tijd gezocht naar apparatuur en producten die of niet stuk gingen of zo goedkoop waren dat je er een paar kon kopen en de stukken kon vervangen. Empas had de reputatie en heeft dat ook bewezen gewoon heel betrouwbaar te zijn. Gaat niet stuk, doet wat het doen moet, is redelijk simpel te repareren. En ja, dat is een perfecte match met de klanten die wij proberen te bedienen. Daarnaast heeft Empas zich ook bereid getoond om met ons te werken aan productaanpassingen die de producten nog toepasbaar maken voor onze klanten. Dat vinden we ook een heel belangrijk aspect. Dat er ook echt gekeken wordt naar hoe het bij onze klanten gaat en daarop ingespeeld kan worden. Karel, je hebt spullen meegenomen. Ik vind het altijd leuk om aan de hand van die spullen erover te praten. Ja. Wat heb je hier voor je op tafel liggen? Ik heb meerdere spullen meegenomen. Het gaat om de gewasbeschermingsmiddelen beter op de plant te krijgen. Wat heb je daarvoor nodig? Is een spuitnozzel. Hou ietsje omhoog dan. Wat maakt onze spuitnozzel nou zo bijzonder? Nou, is van Metsink en dat is gewoon kwaliteit, stevigheid. Je kunt hem op de grond gooien en hij blijft heel. Niet alle gebruikers van onze machines gaan er even goed mee om als dat we zouden wensen. Dus daarom maak ik het gewoon degelijk. Wat is belangrijk voor zo'n nozzle is dat je hem in verschillende posities kan zetten. Nou, die van ons kun je dan in 5 verschillende posities zetten, zodat je altijd goed in het gewas kan spuiten. Je kunt hem ook afsluiten, dus als je mast hoger is dan je gewas, kun je zeggen, ook zet hem dicht. Nou, dat zijn allemaal dingen waar deze dop voor is. Nou, dat is een eigen productie, zeg maar, dus een eigen ontwikkeling. Er zit een membraanafsluiter in, die zorgt dat niet de hele mast leeg loopt, zodat je zo'n straaltje krijgt die eruit komt. Maar goed, als de druk wegvalt, dan is die gewoon gelijk afgesloten. Wat heel erg belangrijk is voor goede gewasbeschermingstechniek is reinigen. Dus het onderhoud, nou hier zit een zeefje in. Die moet er makkelijk uit kunnen om dagelijks te kunnen reinigen. Dan wil je de nozzle schoonmaken, want er kan natuurlijk altijd een vuiltje in komen of zoiets. En dan wil je wel weer dat die nozzle in de goede positie zit. Want de positie is super belangrijk. Als de positie niet goed zit, heb je gewoon een minder goed resultaat of een slechte indringing. Vandaar dat je ook onder een hoek staat. Ja. Hey, we komen zo direct nog even over andere dingen te praten voor jullie. Ja. Maar hier tussen jullie in staat iets waar jullie allebei een rol in hebben gespeeld. Jaap, wat zie ik daar? Nou,
Karel is in 2011 met mij op uitnodiging meegegaan naar Afrika om daar te kijken hoe er gewerkt wordt, hoe er gespoten wordt, hoe de velden erbij leggen en hoe wij een spuitmast wouden we introduceren. Want er werd heel veel met de hand gespoten, waardoor je heel veel ongelijkheid krijgt in de applicatie. Want mensen lopen en zwabberen met zo'n stang op en neer. Het een wordt dik geraakt, het ander wordt dun geraakt. Alles wat je dun raakt, daar, zeker met insecticiden, daar ben je resistentie tegen chemicaliën aan het kweken. Dus wordt het probleem alleen maar groter. Dus om die applicatie te verbeteren, wouden wij een mast introduceren. En in Nederland hebben ze masten met kleine wieltjes, vier naast elkaar, perfect op een betonpad. Maar in Afrika hebben we geen betonpaden. Dus in de discussie over het ontwerp bood Karel aan om mee te gaan met een koffer vol componenten. En we hebben daar in Kenia, Zambia en Zuid-Afrika masten in elkaar gedraaid om te testen in het veld. En dat hebben we gedaan met fluoriserend poeder. En dat was vooral in Zambia was dat een spektakel. Daar zijn we 's avonds teruggegaan met blacklight om te kijken van hoe werkt onze mast qua spuiten ten opzichte van wat de mensen daar deden. Ja. En wat ze zelf deden, die gasten hadden extra hun best gedaan om de concurrentie met de mast aan te gaan. Die zagen helemaal wit van de fluoriserende poeder 's avonds. Zaten helemaal dus onder zelf. Die zagen eruit als spoken. Dat was echt hilarisch met die gasten. En het pad was wit, de grond was wit. En op het blad zagen we grote en dikke en dunne druppels, maar een heel ongelijke verdeling. En met de mast die we toen geconfigureerd hadden, hadden we niks op de grond, niks op de mensen en niks in het pad. En een hele mooie dekking onder en boven op het blad. En op basis van die bevindingen heeft Enpas toen dit voor ons ontwikkeld. En dat verkopen we nu. En dat is gewoon een mooi product, want het is speciaal voor onze klanten. Ja. Heb je dat toen wel gefilmd, zeg maar, als bewijsmateriaal voor je volgende klanten? Om met je foldertje op pad te gaan? We hebben foto's gemaakt, maar die zijn zo slecht. Ik had nog gekeken of we er hier vandaag misschien wat mee zouden kunnen. Maar het is echt, nee. De fotocamera was niet van diendanige kwaliteit dat in het donker met die blacklight dat er goed uitkwam. Dus dat hebben we niet. Maar we hebben wel een aantal klanten die dat poeder gekocht hebben om zelf die test te doen. Want het is een hele mooie manier om te kijken hoe spuit ik en zijn we wel effectief genoeg. Ja. Hey Karel, maar jij bouwt zelf deze dingen. Jij bent maar je zit hier in je pak, hè, als de vertegenwoordiger een beetje vandaag. Ja, maar je maakt het zelf? Nou, persoonlijk niet. Dat niet. Wij zijn met een team van 40 mensen ondertussen. En de monteurs maken deze. Maar als je op pad gaat, want jullie gingen met spullen op pad. Dus die deskundigheid heb je wel. Ja, ik ben wel techneut van huis uit, zeg maar. Dus, en het was een soort bouwpakket wat we meesleepten. Een koffer vol, een TL-lamp. En je had wit poeder bij je. Dus iedere keer als we door de douane moesten, was het wel even spannend natuurlijk. Van, worden we niet aangehouden? Ja. En wat ik daar ook geleerd heb, is dat je met een binnenband heel veel dingen kunt maken. Want ergens past het niet. En dan met een sleetje ertussendoor en zo. Ja. Ja, dus hey, als ik dit verhaal hoor, dan denk ik alleen meteen van, hoe groot is dan de markt, zeg maar, hiervoor? Hoe bepalen jullie of het een product wordt? Dan luister heel goed naar de klant. Zeg maar. Jaap, die hebt daar echt wel kijk op. En die zegt, we kunnen er wel zoveel van verkopen. En we proberen natuurlijk met standaard dingen zoiets te kunnen maken, zeg maar. Het is niet dat we elk dopje dan opnieuw ontwikkelen. Nee. Hey, ik heb Jaap heb ik al eerder over jullie horen praten. En toen prees hij, zeg maar, de spullen die jullie maken, dat ze zo lang meegaan. Maar zei hij echt gekscherend achteraan. Ja, voor de business is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik moet een beetje denken aan die auto's uit de vorige, lang geleden zeg maar, die niet stuk gingen en de bedrijven die er failliet aan gingen. Maar is het wel voor jullie een belangrijk ding, dat je als sales ding voor jullie zelf, van dit is duurzaam, dit gaat lang mee, investeert misschien nu wat meer, maar... En ook de onderdelen die we nog hebben liggen, zeg maar... voor ons is het superbelangrijk dat onze machines lang meegaan. Het is inderdaad niet goed voor de vervangingsmarkt, simpel zat. Maar daardoor verkoop je ook meer omdat je gewoon een goed product hebt en de kwaliteit hoog is. En mensen kunnen er heel lang mee werken. En wat je ook ziet is dat zo'n machine gewoon een tweede leven bij een andere kweker krijgt. Ja. Dus op Marktplaats staan er ook nog aardig wat en die zijn nog best
hoog aan de prijs. Ja. En Jaap, jij vertelde van een belangrijk ding voor ons is in sommige van de buitenlanden waar we werken, dat het, dat het eenvoudig moet zijn om spullen te vervangen of omdat er geen et cetera. Zo ziet het er, wat je hier achter je hebt staan, ziet het er wel uit. Maar hoe werkt het dan als iemand problemen heeft? Hoe komt hij dan aan weer een werkend apparaat? Ja, vaak is het een brokje begeleiding wat we tijdens het reizen doen. We bezoeken de klanten en als ze problemen hebben met apparatuur, kijken we ernaar. En waar we kunnen, lossen we het op. De meeste klanten die wij hebben, dat zijn grote kwekers met een workshop. Die hebben daar techneuten lopen en die bestellen de onderdelen die ze nodig hebben. Vervangen en repareren dat. En dat gaat heel simpel. Er zijn goede instructies voor. Er zijn reparatiekitjes voor die ze kunnen kopen om een pomp te reviseren. Dat gaat heel lang goed. Dat is niet moeilijk. Nee. Hey, als ik aan gewasbescherming denk, ik hoef het je niet te vertellen, maar ik ben een leek aan deze tafel. Hè, dus je moet mij een beetje helpen dit half uur. Dan denkt mijn hoofd natuurlijk meteen chemicaliën. Wat speelt er op dat gebied? Want dit zijn apparaten die je nu laat zien. Maar die apparaten die hebben spullen nodig, zeg maar. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want een buitenstaander denkt dan chemicaliën slecht. Ja, chemicaliën is slecht. Dat is in de volksmond een beetje. Ja. Biologisch klinkt altijd beter, maar dat hoeft niet. Ik heb geen verstand van chemicaliën, dus daar hou ik me eigenlijk ook ver van. Ik wil graag zorgen dat als de chemicaliën gebruikt wordt, dat ze dan goed gebruikt worden en dat het niet waste wordt, zeg maar. Dus niet weggegooid wordt. Dus wij kijken echt alleen maar hoe krijgen we het beste op de plant. En Jaap zei het net ook al van niet op de grond en niet in het betonpad, niet op de mensen. Dat is onze focus. Ja. Ja, en daar zijn we altijd wel mee bezig van hoe kan dat. En de wet en regelgeving loopt hard op. Machines moeten steeds meer aan eisen voldoen, zeg maar. En daar moeten wij aan mee werken, zeg maar. En geldt dat voor jullie nog heel erg als je een internationaal bedrijf bent per land, zeg maar? En moet je nog met... Of zijn dat meer de chemicaliën en eigenlijk niet jullie, niet jullie apparatuur? Ja, meer de chemicaliën zelf. Alleen onze apparatuur moet wel steeds meer aan allerlei eisen voldoen. En Nederland is best streng in alle eisen. En zolang we die Nederlandse wetgeving volgen, dan... komt het goed. Ja. Jaap, jij daar even over? Want jullie zijn op meerdere terreinen met duurzaamheid bezig. Eerder vandaag iemand aan tafel gehad hier, daar ging het over plastic. Is dit op dit gebied, bij chemicaliën, is het een belangrijk thema bij jullie? Van hoe doen we dat zo? Het is een heel belangrijk thema binnen de industrie, omdat er zeker ook in de bloemenindustrie steeds meer met labels gewerkt wordt. Er wordt van je geëist je chemicaliëngebruik te minimaliseren. En hoe verder je dat terugdringt, hoe hoger je in je labelstandaards komt en hoe breder je markt is. Supermarkten kopen niet zomaar iets. Die kopen dingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden die zij stellen. En daar hangen vaak labels aan, Fairtrade, Max Havelaar, noem maar op. De middelen worden steeds beperkter. Door alle druk op de chemie zijn er heel veel middelen weggevallen. Vroeger werd er maar wat aangespoten, maar dat gaf niet. Als die insecten resistent werden, dan waren er nog 10 andere middelen die je kon pakken om ze alsnog een keer aan te pakken. Die opties hebben we niet meer. Dus het wordt ook steeds belangrijker dat de momenten die je toch met chemie moet aanpakken, dat je dat 100% goed doet in één keer. Want je hebt geen alternatieve middelen om er nog eens een keer achteraan te gaan. En dan is de spuittechniek vreselijk belangrijk. En dat zit hem niet alleen in de apparatuur, maar ook in hoe je het gebruikt. Die spuitboom die is zo ontwikkeld dat je vooruit het veld inloopt zonder te spuiten en achteruit spuitend het veld uitloopt. Als je vooral in landen waar je het werk uitbesteedt aan personeel... kunnen ze vooruit gaan rennen om het werk sneller af te krijgen. Maar je loopsnelheid is ook bepalend voor de applicatie van de middelen die je spuit. Dus als je hard loopt, heb je een mindere dekking als wanneer je langzaam loopt. Achteruit loopt iedereen ongeveer dezelfde snelheid. Daar zijn geen mensen die achteruit gaan lopen rennen tussen twee bedden rozen door met een spuitboom in hun handen.
Want dat loopt niet goed af. Maar hoe kom je daarop, zeg maar? Want al die jaren daarvoor hebben die mensen dat vooruitrennend, zeg maar gedaan. Geef daar eens een inzicht in. Loop jij daar dan rond en denk je dan van, ja, maar hoe zorg ik er nou voor dat ze rustig gaan lopen? Wat is jullie inspiratie geweest om te bedenken, we moeten achteruit? Nou, volgens mij kwam het bij Enpas vandaan naar ons toe van dat achteruitlopen beter is, omdat je dan niet de chemicaliën inloopt. Als je vooruit loopt, dan spuit je het gewas en vervolgens loop jij er doorheen. Ja. Dus je loopt in je eigen chemie. En daarna zijn wij gaan kijken van, ja, wacht eens eventjes, maar dat achteruitlopen, dat heeft meer voordelen, want dan loop je altijd één snelheid. En dat is ook weer een voordeel. Dus je krijgt een veel uniformere applicatie van je middel. Waardoor je veel minder snel resistenties creëert en dus een veel mooiere combinatie ook kan maken met biologische bestrijding. Wat ook echt heel belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Maar ondanks de biologie heb je soms toch uitbraken die je chemisch moet aanpakken. En dan moet je dat wel zo goed mogelijk doen, want hoe vaker je spuit, hoe meer biologie je doodmaakt. Dus je wil dan alleen die locatie spuiten waar de insecten zitten, waar je vanaf wil. En die wil je in één keer goed raken. En dan moet je met goede apparatuur doen en met goede techniek. De apparatuur is belangrijk, de manier waarop je het doet, maar ook het onderhoud van de apparatuur. En daar zien we nog wel eens dingetjes misgaan, dat mensen toch bepaalde filters niet schoonmaken. Erachter komen dat er eigenlijk niet zoveel meer uit die nozzels komt. Jaap, dus een ding bedenken is één ding, een mooi ding. Een ding verkopen is een ander ding. Maar jij hebt al een paar keer gezegd, hè, van begeleiding van je klanten. Kun je daar eens over vertellen? Want hoe zorg jij ervoor dat zij die spullen gaan gebruiken zoals jullie het samen bedacht hebben? Ja, laten zien en blijven vertellen dat het goed is. Het concurreert vaak met een slang en een handapparaat wat heel veel goedkoper is. Maar uiteindelijk zit de kosten niet in de applicatieapparatuur, maar in de hoeveelheid chemische middelen die je gebruikt. En dat is iedere keer die sommetjes proberen te maken van wat kan je besparen door hierin te investeren. Dat lukt niet bij iedereen heel snel, maar we zien wel dat de mensen die stappen maken over het algemeen heel tevreden zijn en ook niet meer teruggaan naar wat ze deden. Het is intensief werk om mensen om te krijgen van wat ze hebben. Het heeft ook heel erg te maken met wat lokaal beschikbaar is. We hebben ook landen waar anderen veel beter vertegenwoordigd zijn als wij met grote servicepunten. Ja, ik ga een kweker niet adviseren om iets te importeren. Ook al is het beter als die om de hoek een leverancier hebt van misschien iets mindere kwaliteit, maar wel met een super serviceapparaat. Ja. Als het maar werkt. De grootste frustratie voor kwekers, en dat weet ik uit eigen ervaring, omdat ik ook in Afrika gekweekt heb, is niet dat je spullen niet hebt, maar dat je spullen wel hebt en dat je ze niet kan gebruiken. Omdat het of niet werkt onder de omstandigheden, of omdat ze stuk zijn. Dat is pas echt vervelend. En dat moet je voorkomen. Dan is een serviceapparaat met een minder goed product, dat kan concurreren met een product wat eigenlijk geen service nodig heeft, maar een stukje duurder is. Dus er zijn landen waar wij heel veel met Enpas kunnen doen, waar ze eigenlijk alleen maar Enpas hebben, omdat er verder ook geen kwalitatief goed genoeg concurrentie is. Maar een land als Kenia bijvoorbeeld, ja, daar zit zoveel tuinbouw. Daar zitten ook heel veel lokale partijen die soms ook best wel de moeite waard zijn. Ja. Dan is de concurrentie wat lastiger. Wat ik aansprekend vind aan dit voorbeeld is dat je, zeg maar, jij samen met jouw klant dan, zeg maar, weer dat jullie aan productontwikkeling doen. Hè? Is dat bij jullie een de belangrijkste manier van hoe jullie dingen maken? Waar zit het probleem? Hoe kunnen we het samen oplossen? Hoe doen jullie aan productontwikkeling? Ja, op die manier. We zitten niet rechtstreeks bij de kweker aan tafel. Dus het gaat via bedrijven zoals Jaap.
En luisteren gewoon goed van, joh, dit is het probleem wat we merken en hoe kunnen we dat oplossen. En dan gaan we kijken, joh, is het klantspecifiek of is het een marktwens? Klantspecifiek maken we ook. Dus als je zegt, joh, dit wil ik alleen voor mij hebben, dan maken we dat. Maar het kan ook zijn dat het een marktwens is en dan maak je het breder voor de hele markt, zeg maar. Ik heb, even kijken hoor, ik heb twee vragen binnen, dus ja, die moeten we nou eventjes stellen, hè, want er komen twee vragen via de chat binnen. Sput Verwiel vraagt, can you explain and talk how the auto-reel host works? Ja. Ja? Is dat de veerhaspel of de veerhaspel. De veerhaspel, ja. De springwiel werkt met een veer en die veer die... die is constant dezelfde kracht, dus je loopt hem af en hij trekt de hele tijd via een buikriem. Hè? Dus je doet een riem om je buik heen, om je middel heen en daar zit een slang aan gekoppeld. Dan loop je het pad in en hij trekt steeds dezelfde gewicht, trek je vanaf. En afhankelijk van de slanglengte is het hoe zwaar die trekt door de weerstand op de grond. Je begint dus met spuiten en hij rolt zijn vanzelf weer op en jij als... gebruiker bepaalt snelheid. Ja. Ik pak die laatste vraag zo ook nog eventjes, maar ik doe dat eigenlijk. Ik sluit eerst af, want misschien moet je er iets bij demonstreren en dan kunnen we dat als eindshot gebruiken, zeg maar. jullie allebei heel erg bedankt. We hebben nog niet over alles gesproken wat je bij je had, maar we hebben in ieder geval wel gesproken over de manier waarop jullie werken, hoe je met klanten spullen ontwikkelt, waar zij lang mee voort kunnen. Dat is hartstikke mooi. Kijk je hierna en heb je vragen, dan weet je dat je kunt mailen naar info@ufosupplies.nl met die vragen. En ik zeg dat nog eventjes, want hier staat... Can you demonstrate the vertical boom so the viewer can see how it looks like and works? Dus wat mij betreft, ik ben klaar. Maar als jij nog wat kan laten zien, Jaap, dan moet je dat, dan moet je dat nu doen. Dat is deze. Okay, I will explain how the... vertical spray boom works in combination with the spring-loaded hose reel. We connect the hose on the reel to the belt which we wear around the waist, so we don't need to pull with hands. We can load the spring by walking into the field to the end of the bed. When we get to the end of the bed, we open the valve, check the pressure, and walk back in reverse while we spray the chemical. And the hose is automatically put back on the reel again.